Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Ja hoor. Vandaag zijn we hier met een gloednieuwe... gek op jouw video. Ja. Welkom dames en heren, een gloednieuwe gek op jouw video. We hebben er vandaag weer ongelooflijk veel zin in. We gaan weer lekker lachen. Ik heb er echt vertrouwen dat dit een leuke wordt. Weer aangevraagd, veel. Ik krijg een paar anderen ook vaak aangevraagd. Mensen die komen er allemaal aan, geen zorgen. Maar voordat we gaan beginnen wil ik één ding zeggen. Misschien heb je het al eerder gehoord, dat kan. Maar ik verdien geen cent met deze video. Misschien zien jullie advertenties en dat geld gaat niet naar mij, maar naar de slinkse media. De NPO nakt al mijn cent. Wellicht terecht aangezien het hun programma is, maar dat maakt geen donder uit. Jullie denken, Koen, je hebt veel geld. Maar dat klopt niet. Elk dubbeltje moet ik omdraaien. Dat komt allemaal omdat mijn geld wordt gestolen door de NPO. Nou kan ik daar wel mee leven, maar dan moet je één ding voor mij doen. En dat is even abonneren op mijn YouTube kanaal. Abonneer hier beneden. We gaan richting de 550.000 abonnees. Als we het vandaag zouden kunnen halen, zou het top zijn. Dus abonneer. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. Als ik nog 7.000 abonnees moet, ik heb nog nooit 7.000 abonnees op één dag erbij gehad. Dus ik zou geen enkele reden zien waarom het vandaag zou lukken. Maar heb je nou niet wat abonneert op de video, dan zeker aan. Doe een duimpje omhoog. Laten we dan gaan kijken naar Georgina versus Andreas. Nou goed, laten we maar gaan kijken. Ik wil jou het liefst voor altijd. Ik wil met een ander. Doet het me pijn. Yes. Lekker. Eindelijk weer. We zijn vandaag in Woerden en hier. We zijn in Woerden. Oké. Okay. Van Georgina. Georgina is een enthousiaste, zelfverzekerde, Woerdense Afrikaanse dame die van buiten... Woerdense Afrikaanse dame. Oké. Okay. Ik heb mijn liefde heel lang voor hem geheim gehouden. Oh. Maar nu kan ik het niet meer. Ze is verliefd op Andreas. Hij ziet gelijk, hè? Andreas is echt een womanizer. Zie je gelijk aan Andreas. En dat lachje van... En dat lachje in zijn hoofd gaat eigenlijk om. Kijk, als we even inzoomen op zijn hoofd. Ja, daar staat er. Ik heb heel veel bitches. Dat gaat er in zijn hoofd om. Ja, ik zie het al, Andreasje. En het geheim is Andreas, op wie ze al meer dan een jaar verzot is. Al een jaar? Klopt. En hij ziet er super knap uit. Hij is super aardig. Hij is super lief. Wat praat zij alsof zij voor tv werkt? Zij zou sowieso bij de tv kunnen werken. Ze is hartstikke enthousiast en goed voor de camera. Hij is super aardig. Aardiger dan de andere jongens. En hij is ook nog eens bij mij in de straat. Nou. Dus het is niet dat Andreas onbereikbaar is. Nee, Andreas, hij ligt voor het grijpen. Georgina, pak je kans. Andreasje. Ga Andreas zeggen, Andreas, wil je met mij op date? Als hij nee zegt, dan zeg je... Joe! Leuk. Ik speel met hem, ik zit naast hem in de klas en ik app met hem. Maar dat klinkt toch... App? Wanneer is dit geüpload? Het is 18. Maar waarom vraag je het hem gewoon niet? Ik bedoel, je bent zo dichtbij. Ja. Ik durf het niet. Hij heeft een beste vriend en die vindt het vast stom. En je gaat het vast doorvertellen aan iedereen. Jongens. Hallo. Georgina, zullen we alsjeblieft niet iedereen over één kam scheren? Ik heb hier helemaal niks mee te maken met wat de vriend van Andreas doet. Andreas heeft helemaal niks mee te maken met wat de vriend van Andreas doet. Wat een onzin! Het klinkt niet als een onmogelijke klus. Jawel, Jesse. Het is wel een onmogelijke klus. Als het onmogelijk is, waar kijken we dan naar? Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie... Nee, oké, we gaan wel even doorkijken. Maar niet zo negatief, Georgina. Jongen. Nee, ik ga die nog een keer doen. Ik ben wel benieuwd hoe jouw Andreas eruit ziet. Ja, hier zie je gelijk al de foto. Huh? Kijk eens, stoere blik en al. Maar je durft hem geen verkeering te... Dit is op de background? Maar ze heeft... Andreas op de achtergrond. Hè? Wat zie je hier? Andreas, net zoals ik, net kappertje gepakt. Andreas, fresh man. Ik wil in plaats van gewoon heel soms met elkaar omgaan, dat we wel iets vaker omgaan. Oké, dus het klinkt alsof jij het echt heel serieus wil hebben nu. Ja, mm-hmm. Zou wel trouwen. En dat ik dat ook voor altijd wil. Voor altijd, dat weet je nu wel. Het zou ook raar zijn als ze zeggen, ik weet dat ik het maar voor een week wil. Dat zou raar zijn, maar voor altijd iets langer hoor. Hoe kom je erbij dat het zo belangrijk is dat het zeg maar voor altijd moet zijn? Ja. Nou, omdat mijn vader... vertrokken is naar Amerika met een andere vrouw. Oh. Dat vond ik ook super ongezellig. En daarom zou ik het met hem voor altijd willen. En neem je vader dat nog steeds kwalijk? Soms wel. Ja, tuurlijk. Oh. Mijn moeder moet bijvoorbeeld voor alles alleen zorgen. Oh, wat sneu. Jij Andreas voor altijd hebt. Door met hem te trouwen. Trouwen? Ik maak je zijn vat toe. Ik wil echt trouwen. Dat is wel heel snel. Jij bent heel erg bezig met... Een mooie bruiloft later met jou, Andreas. Ja. Ik zou dat eigenlijk... Ik maak een fat toe met trouwen, maar zij wil gewoon echt trouwen. Dat is prima, maar niet nu al. Dat is wel vroeg. Doe je ogen even dicht. Mag je nu je ogen open doen? Zo. Oh. Een echte trouwjurk. Ja. Als jij deze nou even aan gaat doen, dan ben ik heel benieuwd hoe jij er uit... Ik vind dit echt schattig. Ja, jongen. Ja. Oh. Dit is weer een beetje raar. Ik weet niet precies wat hier het idee achter is. Ik kan ook niet voor dat Jesse het hiermee eens was om zo te gaan zitten. Jesse! Ze is klaar. Wauw. Wat schattig. Echt een prinses hoor. Mijn echte trouwfeest hoort natuurlijk ook paard. Jeet in de gezicht. Doe het Jesse voor de content alsjeblieft. Maar hij is niet wit. Maar daar heb ik wat op. Oh.
Wat niet wit is, kun je wit maken. Kijk. En nou is hij wit. Ik weet hoe jongens zijn. Die raken in paniek als ze moeten gaan plannen en dingen te snel gaan. Oh jee. Dus laten we dit even allemaal parkeren. Ja. En eerst voor een dikke vette ja gaan. Ik heb wel vertrouwen dat dit een dikke vette ja wordt. En ik vind het ook gewoon schattig. Ik denk dat zij goed bij elkaar passen, Georgina en Adios. Andreas bedoel ik. Ik heb alvast een beginnetje gemaakt voor onze coole doelen rap. Coole doelen rap? Wat zeg jij nou, Jezer? Voor onze coole doelen rap. Coole doelen rap? Nou. Ben je benieuwd? Ja. Komt ie aan. Al meer dan 10 jaar stapel gek op jou. Het liefst zegt ze ja en wordt ze je vrouw. Je kent haar supergoed, ze was altijd dichtbij. Ook al is het donker, zorg jij dat het licht schijnt. Ja. Wat wil jij nog in? Dat ik het voor altijd wil. Dat het voor altijd is, oké. Bent een charmeur, altijd goed gehumeurd. Zo, dit is wel lekker in het bootje trouwens. Lekker in een bootje. Je bent een charmeur, altijd goed gehumeurd. Zo. Wat wil je er nog meer in? Dat hij vlogt en dat ik het wel. Hij vlogt? Zo, Andreas, dat ziet er goed uit. Dat is niet de vlog van Andreas. Maar wat zijn deze? Wat zijn deze? Oh mijn god. Rubbing my melons on my boyfriend. See how he reacts. He touched them. Maar wat is dit? Stel, dit is je kanaal. Het is toch triest voor... Het had al views ook, jongen. Hoe kan je zo in godsnaam abonnees halen? Ik vind het zo ongelooflijk triest, jongen. Echt. Ik snap echt niet hoe dat kan. Ongelooflijk. Nou, goed. We gaan weer verder kijken. Vlogs geven deze chick een droom. Samen in een vlog... In een hut onder een boom. Ja. Nou, ik vind dit niet heel sterk. Nee, je hebt echt zeker een betere bar, schat. Dit is niet de beste bar die je ooit hebt geschreven. Oké, Georgina. Als yes! Het goed is jouw Andreas. Woe! Daar in dat restaurantje aan het eten. Laat hem even lekker eten, man. Ga nog niet eens het eten storen. Wat een poepzooi. Ik ga naar hem toe. Mijn stinkende best doen met onze coole rap. Hou je taai. En ik hoop op een ja. Ja. Tot zo. Spanning en sensatie. Ah. Ga ik nou voor dat hele terras optreden, Jezer? Nou, dat is ook, moet je ook wel durven. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kom tegelijk aan met de pizza, zie ik. Ik ben lekker. Van gek op jou. Dat weet ik. En ik kom voor Andreas. Dat ben ik. Jij bent Andreas. Ja. Zo. Er is een meisje. Maar Andreas had net nog enorme dingen en nu niet heeft hij plat haar. Wat is nou Andreas? Wat is nou je haarstijl? De punten, hoe noem je dat? Stekels of de plat haar? Dus hebben wij een hele coole rap gemaakt. En als jij goed luistert naar die rap, weet je wie het is en wat dat meisje je wil vertellen. Oh, muziek. Aha. Ah. Dit is voor de homie met de pizza pepperoni. Ah, leuk. Leuk, even een klein stukje erbij bedacht. Komt ie aan. Al meer dan 1,5 jaar staan we gek op jou. Het liefst zegt ze ja en wordt ze je vrouw. Je kent haar goed, ze was altijd dichtbij. Ook als het donker is, zorg jij dat het licht schijnt. Je bent een charmeur, altijd goed gehumeurd. Yeah. Haar wens is dat je altijd met een flirt. Zo, ik vind het echt heel spannend, het is echt heel zielig. Ze vinden het echt heel erg spannend. Een echte Romeo, oftewel een harde dief. Je coole vlogs, die geven deze chick een droom. Samen een vlog onder een hut in een boom. Ah, wat is je... Ja, hij weet het, hij weet wie het is. En hij moet lachen. Ik denk een dikke vette ja. Ik persoonlijk denk dat dit tijd is voor een dikke vette... Ja! Samen naar de film, dat is een vette date. Oh. Scoop. Huh? Oh. Vette date. Scoop. Ik dacht, er komt nog iets, maar dat was het al. Top! Dat was toch een hele duidelijke rap, hè? Enig idee van wie deze rap is? Van Georgina. En hoezo denk je Georgina? Omdat ik haar best wel lang ken al en ja. Als je echt wil weten wie het is... Dan moet je even meekomen. Vragen om met me mee te komen. Ja, ja, ja. Okay. Is dat goed? Ja. Maar hij gaat zeker ja zeggen. Hij is in love. En zij ook. Dit is echt een love story. Dat je pizza even lekker de warme oven ingaat. Ja. En dan weet jij in ieder geval wie het is. Eet u smakelijk. Spanning en sensatie. Wat een spannende muziek, mensen. Ja, goed zo. Staan, borst vooruit en vragen. Het is inderdaad Georgina. En het is namelijk al zo dat jullie al een lange tijd naast elkaar zitten in de klas. Jullie trekken best wel goed. Oh, ik zie hier toch wel een hoofd waarvan ik denk, ik weet niet zeker of je nou wel ja gaat zeggen. Nu begin ik toch langzaam te twijfelen. Er is toch iets wat ze ondanks het goede contact dat jullie met elkaar hebben, jou eigenlijk al heel lang wil vertellen, maar dat er iedere keer niet uitkomt. Ga jij het vragen? Of moet ik het namens jou doe het vragen? Zelf, Georgina. Oké. Je wil fucking trouwen! Daar moet je toch wel zelf kunnen vragen? Kijk elkaar even aan. Oh. Zou jij verkering willen met Georgina? Kom,
Zeg ja. Oh, ho. Zeg ja. Ja. Yes! Yes! We hebben een ja! We hebben een ja voor altijd. Ja, ja, altijd. Dat zien. Geef elkaar in ieder geval een dikke vette knuffel. Een dikke vette knuffel. Ja, even een kleine pauze. Zo. Oké, dit was weer een gloednieuwe gek op jou. Deze twee kanjers hebben dikke vette verkering. Ik zeg tot de volgende. Yo, yes sir. Wij zijn hier bij de bioscoop. Ah. En bedankt voor het leuke dagje. En als je boven. Ja, ik zie het al. Daar heeft Andreas toch wel een lekker biertje in zijn klauwen. Ja, 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 ja. Lekker biertje. Nee, dat is een colaatje trouwens. Nou, dit is toch wat je wil zien, mensen. This is love. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vonden. Hopelijk vond je hem even leuk als ik. Ik heb genoten. Bedankt voor het kijken. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Doe het. Doei. Paar ruggen in een week. Week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in een week. Week, week. Ik ben nooit weg geweest.